De Surinaamse Vereniging van Journalisten zegt in een gisteren uitgegeven verklaring in verband met de Internationale Dag van de Persvrijheid dat de persvrijheid in Suriname nog intact is. De SVJ vindt echter dat de persvrijheid in zekere mate ook onder druk is komen te staan door een combinatie van de naderende verkiezingen, de coronacrisis en gevoeligheden rond de financieel-economische problemen in het land. Het thema dit jaar is journalisten zonder angst of gunst. Met weinig aanvallen op journalisten krijgt Suriname redelijk goede cijfers voor haar respect voor de vrijheid van informatie. Een score van 17,50 brengt Suriname, net zoals in 2019, op de 20ste plaats van de 2020 World Press Freedom Index, gepubliceerd door Reporters Without Borders. Dit instituut merkt ook op dat de coronacrisis door regeringen wordt misbruikt om het recht van vrije meningsuiting te beperken. Daarnaast is het opmerkelijk dat er vanuit de samenleving steeds weer een vijandige houding wordt aangenomen tegen journalisten. Recent heeft zich een geval voorgedaan waarbij een camerajournalist hardhandig is aangepakt tijdens de uitvoering van zijn werk. De SVJ roept de samenleving op journalisten de ruimte te geven vrijelijk, ongehinderd en zonder inmenging hun taken uit te voeren. Ook bemoedigt de SVJ alle journalisten hun werk zonder vrees en angst te blijven doen.